Welkom allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar de Assassin's Creed Syndicate serie. We gaan vandaag beginnen met de laatste sequentie 8. We gaan hier dus de vreemde vrienden missie gaan we beginnen hier binnen in dit gebouw. Even deze foto bommen en dan gaan we hier eens even kijken. Jacob accepteert de uitnodiging van Maxwell Rot om elkaar te ontmoeten. En voor degenen die niet weten wie Maxwell Rot is, dat is eigenlijk de opperbaas van de. Hoe zeg je dat? Wij hebben de Rooks en zij hebben de. In ieder geval die rode gastjes die overal lopen. En hij is eigenlijk de opperbaas van de vijanden. Zo zou je het wel een beetje soort van kunnen noemen. En we moeten blijkbaar met de portier gaan praten die hier voor de deur staat. I'm here to see Mr. Roth. Weapons? No, thank you. I've got my own. You should be on the stage, sir. This way. Oké, daar kwam hij makkelijk binnen met al zijn equipment, met die joke die hij maakte. Oké, vanaf hier gaan we het eens even heel stijlvol aanpakken. Hier staat hij blijkbaar gewoon binnen te chillen. Het ziet eruit dat we gewoon naar hem toe moeten lopen. We zijn hier binnen in een soort van theater, wat er überhaupt wel heel gaaf uitziet. Our honored guest has arrived. Come, sit. I've had my eye on you for some time. I find your heroics in battling the great Crawford Starrick quite magnificent. I've been picking off your soldiers one by one. Doesn't that make you angry? On the contrary, surprise is a spice of life. Now, Mr. Starrick, that's a different story. I'm drowning in directives, all terribly boring. Let's say we work together. And bring him down. Oh, I'm not so sure about that. My friend, if I fail to provide you with the chance to cause Starrick some pain, well, you can charge into this theater and kill me yourself. But do you get out of all this? The chance to have a little fun with the bravest man in London. You have a deal. Oké, dat is een bijzonder grote fan blijkbaar van Jacob. My carriage. Shall we? Hopelijk is het echter geen valstrik. Dat zie ik ook nog wel gebeuren, zo op het einde. Maar blijkbaar neemt Jacob hem voor nu even in vertrouwen. En gaan we samen met hem en zijn ruituig, denk ik dan, naar de... Even kijken hoe het die doet. Ik ben zo slecht met namen. Waar moeten we ergens naartoe? Oké, gewoon recht hoor. We moeten hier niet heel ver vandaan, 400 meter. Ah, met Starrick inderdaad. Oh, sorry. Wel raar dat we hem nog nooit tegen zijn gekomen, terwijl hij toch zo'n belangrijke rol lijkt te hebben in dit spel. En dat ze daar helemaal mee hebben gewacht tot het einde. Oké, als goed is moeten we hier zijn. Oké, het ziet eruit dat hij hier het een en ander van plan is. En we moeten hem volgen. Holy crap, hij heeft ook zo nodige skills om het een en ander te beklimmen. Ik weet echter niet of hij ook in het bezit is van zo'n gaaf touwgeweer. Then I'm to deal away with Starrick's merchandise. Leaving chaos in my wake. Why not, Jacob? Why not? As we speak, the up train is headed towards us. That may help you enter the station unseen. As long as it remains on the tracks. I'd say good luck, but you don't need it.
Okay. I shall make certain any reinforcements from Starek are kept away from the station. Het ziet er nou uit dat we op dit deze trein over moeten stappen en even vindt en vernietigt de explosieven. Welke gebruikt de rijdende trein? Nou, dat hebben we in ieder geval gedaan. Even kijken, wat moeten we precies doen? Vind en vernietig de explosieven. Oké, we moeten misschien een beetje stealth mode gaan. Het ziet er nou uit dat deze aardig goed bewaakt is. Maar blijkbaar zien ze ons gelukkig niet op het dak staan. Een beetje naar deze kant. Oké, waar zijn de explosieven? Oh my god. Oh, dat zijn er veel. Vernietig al die we door te laten ontploffen. Nou, dat gaan we doen. Als goed is kunnen we hier nu afstappen. En er is hier ook een bel. Maar er staat niet echt dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Oké, in ieder geval weer een werpmesje bemachtigd. Die kunnen we vast wel goed gaan gebruiken hierbij. Oké. Gaan we al die bellen ook nog uitschakelen? Holy crap, wat zijn hier veel mensen. Oké, laten we hier eens even... Oh, ben gezien. Even hier naartoe. Oké, nou ben ik zeker gezien. Maar we gaan gewoon iedereen uitschakelen, één voor één. Wow, wat? Waarom vluchten zij nou allemaal opeens? Kan ik iedereen één voor één killen? Waarom zijn ze allemaal zo bang? Oké, ik weet niet waar dat allemaal om gaat. We hebben in ieder geval de meeste weten te killen. Even kijken of we deze laatste ook kunnen uitschakelen. Zo, oké. Dat ging makkelijker dan gedacht. Dat zou betekenen dat we deze kunnen saboteren. En in ieder geval het een en ander kunnen laten exploderen door het aan te gaan steken. Dus deze steken we aan. Aansteken. Juist. Oké, time to go. Daar wil je niet al te lang bij blijven staan. Holy crap. Oké. Even deze uitschakelen. Oeh. Level 7. Ik had eigenlijk wel verwacht dat deze een beetje hoger level zouden zijn. Maar blijkbaar niet. Hier kunnen we ook nog even twee gasten uitschakelen. Oké. En dan kunnen we hier nog even een kistje pakken. Oh, even deze nog uitschakelen. Helemaal goed. Merci. En we gaan het nu gewoon op de snelle manier doen hoor. Oh, achter de muur liggen die. Want je kan er ook gewoon altijd op schieten. Dan gaan ze een stuk sneller, of dan exploderen ze direct. Dan zorg je wel voor dat iedereen wordt gealarmeerd. Maar daar hebben we geen problemen mee natuurlijk. Oké, deze is ook weer net achter die muur. Of zit hij hier? Waar zitten die dingen? Ik ben ze even kwijt hoor. Wally up. Wow, iedereen reageert aardig goed op dat fluitje van die gozer. Dacht het niet, hè, maat. Wop. Ik weet niet waarom zij precies zo'n ander kleurtje hebben. Oké, even een lekkere double kill. Wat natuurlijk altijd gaaf is om sowieso te zien. En nog een double kill. En dan moeten we toch echt eens even gaan kijken waar die dynamieten dan zo nodig... Oh, hem wil ik niet oppakken. Oké, waar liggen die dynamieten? Want die moet ik opblazen. Oh, even dat in ieder geval ontwijken. Nou, gaan we zo nog even kijken. Deze in ieder geval even uitschakelen. Zijn we daar klaar mee? Laatste. Hij wilde net op mij geschieten volgens mij. Oh, die liggen staan hier boven. Nou, dat is toevallig dat we net naar boven lopen. Dat is alleen maar goed dan.
Oh, aan de andere kant zo te zien. Wow, wacht eens even. Wat? Hoe kon zij dat nou niet zien? Oké. Gelukkig werden we net niet geraakt. Gaan we hier weer naar beneden. Oh, staat net achter de toonbar. Oké, die moeten toch echt wel weer vanaf hier schieten. En de laatste zijn misschien ook boven. Dammit. Ik dacht dat ik hier goed zat, maar... Wacht, zijn we wel beneden? Maar misschien aan de andere... We zijn aan de andere kant van de muur gewoon. Geheim kamertje hier nog. Oké, dat zou betekenen dat we alle explosieven hebben laten exploderen. Vind een machinist. In dit geval deze en die moeten we gaan ontvoeren. Oké. Dat is in ieder geval gelukt. En dan moeten we dat treinstel bereiken. Chop, 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 chop. Staat hij op dit perron of het andere? Ik denk het andere. Oké. Kijken of we hem... Oké. Oh no! Was hij gewoon serieus bijna dood? Oh my god. Hij was gewoon bijna dood door die val naar beneden. Het scheelde echt niks. Oh nee, ik wil niet nog een keer naar beneden gooien. Want ik ben bang dat hij gewoon dan nog een keer helemaal dood gaat van die 1 meter drop. Jongen, jongen, jongen. Oké, hoe gaan we dit doen? Hopelijk zijn hier niet meer al te veel gasten. Daar is er nog eentje. Maar misschien kunnen we wel gewoon dit bereiken zonder dat hij ons ziet. Juist. Oké, het ziet eruit dat hij de trein gaat besturen. Daar, dat ligt blijkbaar niet binnen Jacob's skills om die ene hendel over te halen. En ben ik echt benieuwd wat we eigenlijk met deze trein gaan doen. Was wel gaaf om zo op die trein over te springen en dan dat deze hele basis binnen te rijden. Kijk eens aan, en daar is onze bondgenoot weer. Splendid. Starrick will be on his knees in no time. My hat is off to you. Apologies, I must run. Do come see me again. Oké, dat was een vreemd einde van deze quest. Maar ik vind dat prima. Vernietig alle dynamiet door te laten ontploffen. Oké. Ik had het idee dat we het nu redelijk hadden laten ontploffen. Maar blijkbaar zijn daar de meningen over verdeeld. In ieder geval een sjaal, een nieuwe sjaal. Even kijken, en hier zou een schatkistje binnen moeten zijn. Dus kijken of we hier naar binnen kunnen klimmen. En die ligt dan hier. En dan gaan we op zoek naar de volgende missie. Die misschien niet al te ver vandaan is. Op zich redelijk dichtbij. Laten we... Ja, dat kunnen we wel vanaf hier even doen. We moeten even een koets stelen op de weg. Waar is de weg ten opzichte van hier? Even kijken, ik denk onder het treinstation dan. Nee. Vreemd, ik had hier eigenlijk wel... Oh, dat zit hier gewoon aan de andere kant. Grapje. Daar is al een koets. Wel een wat bredere variant. Maar daar moet het ook prima mee lukken. Oké, als die vent even er vandoor gaat. En let's go. Even kijken, waar moet er precies naartoe? Oh, daar. Oeh, ik ben zo benieuwd naar het einde van deze game. Ik heb echt het idee dat het nu echt wel dichtbij komt. Maar we zijn er nog niet. De laatste loodjes moeten nog worden gemaakt. Oké, hier is een scherpe bocht naar links. En dan beginnen we telkens dichterbij te komen. Ietsje meer dan 200 meter. Het is wel gaaf. In het begin, als je in deze wereld komt, dan weet je echt nog helemaal niet wat je ervan moet vinden. En super groot en zo. En op een gegeven moment, helemaal aan het einde, dan heb je echt het idee, oké, nu ik heb Londen echt veroverd.
En ik weet nu echt mijn weg erdoorheen. En het is echt mijn stad geworden op de een of andere manier. Dat gevoel krijg je een beetje. Dus dat is wel bijzonder van dit spel, vind ik. Oké, laten we eens even gaan kijken. Want we moeten doorgaan blijkbaar. Jacob en Rod proberen 3 van Sterk's bondgenoten te vangen en zijn macht over de wijk te ondermijnen. Gaan we doen. Kan zijn dat deze aflevering net een paar minuten langer wordt dan normaal. Want ik heb het idee dat deze missies aan het einde namelijk wat langer zijn dan normaal. Maar ik probeer het natuurlijk weer ongeveer rond een half uur te houden. Jacob. He is beautiful, isn't he? I planned a perfect second outing for us. Have you? There's borrowing to be done. 3 of Starek's henchmen are about to disappear. Oh, you sly devil. Oh, and I'm coming along this time. There is no sense in giving you all the glory. Off to my carriage we go, Lewis! Hij heeft er in ieder geval wel veel zin in. Een beetje enthousiasme is altijd goed. Het ziet er nou uit dat we 3 even uit mijn hoofd van zijn van de, ja, wat zijn de bondgenoten eigenlijk van deze dude. Maar gezien dat hij een beetje de rat is in deze situatie. Oké, vermoord niemand op de doellocaties. Laat geen enkel ontvoeringsdoel het ontsnappen. Dat lijkt me een goed plan. Dus het ziet er naar uit dat we ze moeten ontvoeren uit de doellocatie halen. En dan kunnen ze vanuit daar gewoon killen. Het is gelukkig niet heel ver hier vandaan. En het is weer lekker Londens weer met de regen op de achtergrond. Oké, hier moesten we zijn. Hoppakee. Oké, en dan zullen we het eens even gaan bekijken van bovenaf. Helemaal naar boven. Ik ben benieuwd, want die dude is nu dus met ons mee of we daar veel van zullen merken. Hij is in ieder geval daar. Oké. Laten we hem eens even gaan bekijken of hij iets heeft in te brengen. En moeten we dus zien te ontvoeren. Gaan we dat doen? Oh, wacht. Of we moeten met hem praten? Oh, we moeten gewoon met hem praten. Ik wil al helemaal sneaky. Ik wil er gewoon bij de kindje gaan ontvoeren. En wat is dat? Freaking art, sir. She bent een statue not far from me. Oké, blijkbaar weten we nu het een en ander meer. Ligt hier boven op het dak nou eens, schat? Oh, eentje hier beneden. Adio. Helemaal goed. En dan moeten we naar het volgende plekje. Dat is volgens mij een klein stukje verderop, zo te zien. En moeten we dan weer met iemand gaan praten? Ja, ik denk met die kids. En ik zie daar ook iets geels wat een beetje duikt op een soort van luik of zo waar we naar binnen kunnen. Dus dat zou heel goed de volgende opdracht kunnen zijn. Even kijken, wat is dit dan? Ah, nog een kist. Ik hoorde al eens rinkelen, dat is altijd een teken dat er een kist in de buurt is. Hopelijk betreden we nog niet het gebied waar we niet in mogen. Hey Smalley, know anything about what happened here? Sorry, pinched it, sir. Miss Cadwallader? Sure, it's down the sewer, sir. Oké, hij wijst die kant op, dat we die kant op moeten gaan. Hoeven we dit beeld niet meer te bekijken? Oké, dus. Hier zou het riool moeten zijn. Kunnen we gewoon zo naar binnen sprinten zonder dat iemand ons ziet? Juist. Ik heb het idee dat ik hier al een keer naar binnen ben gegaan. Ja, weet ik wel zeker. Een tijdje geleden. Wel, in een van mijn missies. Of het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Oh, wacht eens even. Oh. Mocht niemand vermoorden. What? Oké, dat was pretty sick geweest. Dat gaat hem in ieder geval niet meer. Laat geen enkel ontvoeringsdoel in het ontsnappen. Nou, dat zou nu wel weer betekenen, nu ik er al eentje heb vermoord, dat ik vervolgens wel iedereen kan vermoorden. Want dat maakt nu toch niet meer uit. Even kijken. En dan kunnen we net zo goed een beetje de weg vrijmaken door deze gasten ook uit te schakelen. Om het voor ons in het vervolg wat makkelijker te maken. Wow, dat was een slechte actie van mij.
drukte net iets te laat op de goede knop. Oké. Gaan we eens even kijken of we hem in ieder geval kunnen ontvoeren. Jij gaat met ons mee. Laat geen enkel ontvoeringsdoelwit ontsnappen. Dat willen we natuurlijk inderdaad niet laten gebeuren. Breng Hattie naar Rot. Oké, ik ben benieuwd waar hij is. Maxwell Roth sent his regards. Oké, vanaf hier gaan we het blijkbaar steady en slowly aanpakken. Omdat we opeens een flinke vertraging inbouwden. Oh ja, zitten we nog even met deze politieagent hier. Dat was ik even vergeten. Nou, we kunnen in ieder geval hier gewoon naar buiten lopen. En dan moeten we eens even gaan kijken waar die andere dude is. Die is namelijk helemaal aan de andere kant, maar we kunnen gewoon omheen lopen. Hopelijk is hij niet onder de grond. Dat zou namelijk wel vervelend zijn. Want dan moeten we weer helemaal terug. Maar ik had zo'n idee dat hij boven de grond zit, toch? Oké, nog 100 meter verderop komen we in ieder geval achter. Maar het ziet eruit dat hij inderdaad hier boven ergens zit. Aan de andere kant van de straat zo te zien. En hier de hoek om. Allop. En dan is hij hier in zijn koets. Oké. En dan mogen we hem afleveren. Erin duwen. Juist. Allop. En ik denk dan dat we moeten gaan rijden inderdaad. En waar precies naartoe laat geen enkel. Kijk, hier 300 meter vandaan. Dat moet wel lukken. We proberen natuurlijk weer zo min mogelijk kapot te maken, maar niet heus. En dan zullen we hem daar op dat adres gaan afleveren. Scherpe bocht naar rechts. Gewoon weer scherpe bocht naar links. Oeh. Gekke slip. Even hier snel voorlangs. En dan is het hier alweer. Oké. Oh, dat was toch niet alles. Nu moeten we blijkbaar de volgende alweer. Holy crap. Oké. Ik weet niet precies hoe we dit gaan doen, maar we moesten in ieder geval sowieso wat mensen killen om een beetje een pad vrij te maken. Dus dat hebben we nu weten te doen. Oh, hij ziet me. Oké. Hopelijk gaat hij nou gewoon doorlopen en dan kan ik eigenlijk achter hem gaan staan en hem ontvoeren. Oké, ik heb hem te pakken. Nu zie ik dat hier wel wat bewakers staan. Dus hopelijk kunnen die mij net niet zien. Oké, ze zien me gelukkig net niet. Helemaal goed. Dan kunnen we ze ook hier ingooien. En dan als we er zo maar eentje te gaan. Ik ben benieuwd of die hier dichtbij is. Oké, we gaan hier in ieder geval even omheen. Omdat we daar worden gesnapt. Allop. Oké, 500 meter. Dat is ietsje verder dan normaal gesproken. Maar dat moet geen probleem zijn. Oop. We moeten er wel voor zorgen dat deze wagen niet uiteindelijk kapot gaat. Dat zou namelijk zonde zijn. Er zijn al wel een aantal kras op. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Dat een van de wagens waar ik zelf op reed kapot was gegaan. Dus hopelijk is deze missie niet de eerste keer dat het zal gebeuren. Ja, we hebben in ieder geval nog niemand laten ontsnappen. Dat is in ieder geval een goed teken. En ben erg benieuwd hoe die laatste zal zijn. Of die we uiteindelijk afsluiten met de moeilijkste. Dat zou namelijk zomaar kunnen. Oké, we moesten dit punt bereiken. Oké, we gaan weer even naar boven. En het ziet eruit dat hier heel veel politieagenten zijn. Ik weet niet, maar politieagenten zijn altijd de missies net wat moeilijker op de een of andere manier. Oké, gaan we even naar de overkant, want hij lijkt daar binnen te zijn zelfs. Hoe gaan we dit... Oh my god. Oké.
Hier moeten we toch echt eerst wat voor gaan uitschakelen. Een beetje pad vrij maken. Voordat we hier ook maar iets kunnen gaan doen. Dus dat zou betekenen dat we deze twee moeten uitschakelen. Oké. Okay. Kijk, belanden precies voor zijn gezicht. Gelukkig hebben ze niet om versterking geroepen. Ik weet niet welke dat precies doen, maar een paar doen dat in ieder geval. Oh, ik hoef ze niet te dragen. Oké. Okay. Dat was er in ieder geval nog eentje. Oké, okay, steady. Maar tot nu toe gaat het in best wel makkelijker dan ik had gedacht. Even kijken, hoeveel zijn er nog? Nog twee. En dan moeten we nog eentje zien te ontvoeren. En daar is wel een patrouille. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Laten we die eerst even uitschakelen. Want die zijn wel erg vervelend. Oké, okay, daar hebben we geen last meer van. Dan lijkt er ook nog daar iemand te zijn. Gaat hij ook helemaal een rondje lopen? Nee, toch. Dat doet hij niet, toch? Even kijken. Is hier nou nog een politieagent? Oh, er zijn er nog twee. Zo te zien. Oké. Okay. Hier in ieder geval eentje. En waar is die dude? Oh, die is pas op de verdieping hierboven die we moeten ontvoeren. Oké, okay. Dan moeten we eerst deze dude even uitschakelen. En dan sluiten we uiteindelijk af met deze man te ontvoeren. Oeh, hij draaide net om. Oké. Okay. Enige probleem is wel dat hij de wagen net aan de andere kant staat. Dus dat betekent dat we wel helemaal moeten omlopen. Maar dat is niet echt een probleem. Dat betekent dat het gewoon net wat langer duurt. Het scheelt wel dat ik even een pad heb vrijgemaakt van tevoren. Nee, dat is niet handig om hier rechtdoor te lopen. Dan zouden we wel meteen bij ons doel zijn. Maar dan moeten we gewoon zo ver om. Of moeten we zoveel wachters weer killen. En dat is altijd, loopt toch niet helemaal lekker op het moment dat je zo iemand aan het ontvoeren bent. Wat gaaf zou zijn, is als je op het moment dat je zo iemand aan het ontvoeren bent, dat je gewoon bijvoorbeeld nog mesjes zou kunnen gooien ofzo. Want je moet hem nu echt loslaten. En dan kan je pas weer mesjes gooien. En dat werkt niet helemaal lekker. Nou, we kunnen hem in ieder geval hier afgeven. Daar 50 meter ongeveer verderop. En als het goed is hebben we dan de drie... De drie bondgenoten van hem weten te bemachtigen. Oh, we moeten op het laatste nog even niet overreden worden. Dat zou zonde zijn. En dan gooi je hem hier naar binnen. Oké, het wordt daar gezellig achterin. Als het goed is zitten ze namelijk nu met z'n drieën. Oh, gewoon er tussendoor. Zolang het past, is het voor mij goed. Oké, we hoeven niet heel ver meer vanaf hier. 100 metertjes, dus dat is goed te doen. En daar is nog een gouden kist. Misschien dat ik die straks even kan pakken. Oké, zijn we dan. Excellent work. Do come find me at the Alhambra. I have more amusements planned for us. Ik heb zo'n vermoeden. Ik weet het niet zeker. Maar dat hij uiteindelijk die plaats van die bad guy wil innemen. En dat we hem dus ook nog zullen gaan vermoorden. Dat idee heb ik. Maar wie weet blijft hij ons altijd trouw. Maar er is iets met die dude wat gewoon niet helemaal goed is. Dus laat me weten wat jullie hierover voelen. Wat jullie gedachten hierover zijn. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik vond het persoonlijk zelf weer een hele gave aflevering. En kijk weer erg uit naar de nieuwe aflevering die komen gaat. Want ik ben toch nu echt wel benieuwd hoe deze verhaallijn gaat lopen. Ik ga in ieder geval dit schatkastje even vinden. Die beneden lijkt te zijn. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer. Allemaal nogmaals bedankt voor het kijken.